Dat is een klein beetje het ruwe werk, het modelleren. Dat noemen ze het modelleren. Het ziet er allemaal erg ruw uit, zal ik maar zeggen. Maar je hebt verschillende stadia van bewerking in dit soort werk. Ik kan zelfs eens eventjes laten zien als u zin heeft. Maar wat ik nu dus doe, is eigenlijk het modelleren van het hout. Ik ga eens een boekje erbij pakken. Dus dat is het eerste met drumspijkers op het hout. Ik steek een carbonpapier erin, een doorslagpapier. En dan teken ik met een kraspen, teken ik het terug op het hout. Hier ziet u dus de kalk en de tekening op het hout. Dan wordt met een klein bovenfreesje, een defonceur, wordt het hout ruw rond de tekening weggehaald. Ik de ruwe vorm erin breng. Maar door de ruwe vorm in te brengen, ga ik dus ook de tekening, een gedeelte van de tekening, weghalen. En dan moet ik dus eigenlijk vruchten opnieuw opgetekend worden. En dan wordt het eigenlijk een houtsneeuwwerk als beginnen. Dan ga ik dus alles decouperen. En dan ga ik het resthout, wat rond de tekening is, ga ik weghalen. Dan wordt de vouw weer als het gaat. En dan past het eigenlijk afwerking met het maken van nerfjes. En de kleine details en de bloemetjes en de blaadjes te brengen. En daarop tekenen is dat met Chinese niet van voor speciaal? Met carbon, hè? Ja, gewoon doorgetekend. Ja. En dat is goed, dus met dezelfde met de stift gedaan hebben. Het is wel symmetriek. Maar toch heeft deze allebei de handen aan het hoofdwerk. En deze is een beetje mooi. En ook de doek, dat ze aan. Ja, dat is sowieso. Maar bijvoorbeeld, als u de symmetrie neemt, dan is dit bloemetje en dat bloemetje is verschillend. Het vogeltje, deze is verschillend. De libel, dat is mijn persoonlijke handtekening. En al deze bloemetjes, ja, dat is allemaal verschillend.